Goedenavond. Zonnig met af en toe wat wolkensluier en aangename maxima tot 26 graden. Het was mooi weer vandaag. Ook morgen begint het nog vrij goed, maar deze wolken die bij een Britse depressie horen, hebben het op ons voorzien. Op deze beelden lijken ze wat op te lossen, maar boven land zal die storing opnieuw actiever worden. De vraag is alleen hoe actief, met het oog op buien en mogelijk zelfs onweer. Ook het tijdstip is een beetje een probleem. Er is een prognose die vanaf de middag al kans op buien geeft. Een andere verwacht ze pas tegen de avond. Daarna zouden we stilaan onder de invloed van een nieuwe hoge drukwig komen die naar het weekend toe opnieuw voor zonnig en warm weer moet zorgen. Maar dat is nog erg ver. Eerst maar afwachten wat het morgen wordt. Vannacht is het wisselend bewolkt. De minima schommelen vrij normaal tussen 11 graden op de Hoge Venen en zo'n 14 graden in het centrum. De wind waait erg zwak, waardoor er nevel en in de Ardennen zelfs mist kan gevormd worden. Morgen is het eerst nog vrij zonnig met mooie maxima tussen 20 graden op de Ardense toppen en 26 graden in de Kempen. De wind komt zwak uit het zuidwesten. Maar geleidelijk aan neemt dan de bewolking toe en stijgen de buienkansen. Plaatselijk kan er behalve regen ook een donderslag vallen. Dinsdag beginnen we nog buiig, maar daarna wordt het droog en klaart het op. En de rest van de week spelen zon en wolken haasje over. De maxima blijven tussen 20 en 25 graden schommelen. Eigenlijk net goed, niet te warm, niet te koud. Ik wens u nog een mooie avond. Dag. Zometeen zie je dat deze kinderen niet groter zijn dan een speldenkop in Honey, I Shrunk the Kids. Op de Koop Toe gaat morgen naar Malta. Rita en Emiel onderzoeken de kwaliteit van de hotelkamers, de zonnecrèmes, de stranden en bekijken heel wat historische gebouwen. Olijven, hoe ze worden gekweekt en geperst en hoe ze in de fles terechtkomen. De definitieve olijfolietest morgen in Op de Koop Toe. Radio 2 komt naar je toe. De hele zomer lang van zondag tot vrijdag van 1 tot 3 nodigt Martijn de Jonge je uit aan zee voor Golfbreker. Kom kijken en luisteren naar het zonnigste plekje van Radio 2. Morgen vind je Golfbreker op de zeedijk in Nieuwpoort. België presenteert zijn Olympische beloftes. Enzo Scarti, de doelman die het stadion in extase brengt. Anne-Marie Kampenhout met haar gespierde crawl. Igor Zertov, geboren gewichtheffer. Jane Wilson, onverschrokken Amazone. Alison Webb, nu al virtuose met de ringen. En Jerry Sauer, natuurtalent discuswerpen. McDonald's, officiële sponsor van Atlanta, is trots te mogen bijdragen tot de Olympische mythe. Hallo, de Dominicaanse Republiek is als exotische vakantiebestemming een topper. Maar NV de Wereld laat u de trieste andere kant van het eiland zien om 9:55 op TV1. Voor het zover is begroeten we een verstrooide professor die zonder het zelf te willen zijn kinder laat verkleinen door een krimpmachine. Voor de kids en voor ons begint er een spannend en komisch avontuur. Honey, I Shrunk the Kids is een Disney-film voor de ganse familie.